Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 21 maart. Wolkenvelden boven Nederland, maar ook wel wat opklaringen. En lokaal kan er ook wat lichte neerslag vallen. Op de Noordzee zien we wel weer wat opklaringen. Die komen later vanmiddag en met name vanavond ook nog boven Nederland uit. Maar ook dikkere bewolking is er zichtbaar. En die dikkere bewolking die bereikt ons vannacht. En dan gaat er ook af en toe wat regen vallen. Ja, vanmiddag mogelijk een spatje regen, vanavond blijft het toch wel op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen, maar geleidelijk aan komt er ook weer meer bewolking. En aan het eind van de avond, maar met name vannacht, dan kan er wat lichte regen vallen. In de opklaringen daalt de temperatuur naar zo'n 1 tot 3 graden. Later in de avond en in de nacht gaat de temperatuur weer omhoog. Vannacht is het dan zo'n 3 tot 5 graden bij een meest matige wind uit het zuidwesten. En zoals gezegd, er gaat dus regen vallen. Ook morgenochtend is er nog af en toe regen. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten opklaren. Maar in Limburg duurt het tot in de middag voordat het droog gaat worden. En daar kan ook in de ochtend een klein beetje natte sneeuw vallen. Maar dat duurt niet lang. Temperatuur ligt in de middag tussen de 7 en de 8 graden. En er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee kan de wind nog wat aantrekken en wordt af en toe vrij krachtig of krachtig. En dan de dagen erna. Vrijdag is er ook veel bewolking, maar blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Heel misschien dat er een druppeltje valt in het westen van het land. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 10 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. In het weekeinde zien we weer wat vaker de zon. De temperatuur loopt ook verder op. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden van noord naar zuid, maar er kan ook nog wel af en toe een bui vallen. En als we ook nog even naar de lange termijn kijken, dan zien we eigenlijk dat er op termijn weinig gaat veranderen. Overdag is het meestal zo rond de 10 graden. En s'nachts kan het een keertje tot vorst komen. Echt duidelijk zachter weer zit er voorlopig niet in. Maar ook kouder weer verwachten we niet. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.